We beginnen in de Republiek, mei 1628. Heren. Piet Hein is zojuist benoemd tot opperbevelhebber van de West-Indische Compagnie. De vloot van 31 schepen waarmee hij naar de West gaat varen, wordt klaargemaakt voor vertrek. En wat gaat er zoal mee? Wapens, zoals musketten en kanonnen, buskruid, kogels, bier, wijn, vlees, brood, fruit en bovenal de Bijbel. Aan boord bij Piet Hein heerste een strenge tucht. De man hield van discipline. Hij was ook godvrezend. De Bijbel was zijn leidraad. Jazeker, er werd gestraft hoor, als je je niet aan de schrift hield. Sowieso strenge straf, voor welke vergrijp dan ook. Laten we eens even kijken uit het grote boek van Piet Hein. Wie dronken wordt, gebeurt natuurlijk nog wel eens aan boord, gaat 14 dagen op water en brood opgesloten hier in het voorste deel van het schip bij de privaten. Dat zijn de wc's van die tijd. Wie met de vuisten slaat, zal met een mes door zijn hand aan de mast worden gekliefd. Tabakpruimen. Tijdverdrijf voor de bemanning. Mag alleen op de aangewezen plaatsen. Dat was op de koebrug of op het boevennet voor de grote mast. Maar wie die regels schendt, zal de eerste keer 8 dagen in de ijzers, dus in de boeien, worden geslagen. En de tweede keer wordt hij gelaarst. Gelaarst. Ja, dat is zo'n 17e eeuwse straf aan boord. Daar werd je met een dik touw, volgens mij ook nog een nat touw, werd je geslagen. En bovendien, los van het laars, ben je ook nog eens een keer 6 maanden loon kwijt. En wie 's nachts wordt betrapt met pruimtabak, ja zeker groot vergrijp, word je dubbel gestraft.